water. We drinken het, bevaren het, wonen ernaast en zwemmen erin. We kweken er ook een heleboel planten, bloemen, fruit en groenten mee. De gemeente Westland zet zich ervoor in dat water bijdraagt aan een veilige en gezonde omgeving en zodat hinder en overlast van water beperkt blijft. In deze uitzending laten we zien wat de gemeente zoal doet in uw woonomgeving. In de gemeente Westland krijgen we steeds meer te maken met klimaatveranderingen. Dit geeft me als wethouder van de gemeente Westland de uitdaging om dat aan te gaan pakken. Als we in de gemeente Westland met nieuwbouw gaan starten, ja, maak van tevoren een afspraak met de projectontwikkelaars en zorgen dat we de randvoorwaarden meegeven, zoals bijvoorbeeld waterpasserende verhardingen. Nou, we zijn hier eigenlijk metingen aan het uitvoeren bij de doorlatende verharding in het Juliahof. En dat doen we door een zwembad eigenlijk te creëren en dan gaan we kijken hoe snel het water wegloopt. En dan kunnen we daaraan zien of het werkt en of we dat in de toekomst ergens anders ook nog kunnen gebruiken in het Westland. De Interreg-subsidie die we vanuit de EU krijgen, waar we samen met partners uit Engeland en België samenwerken. Die subsidie die maakt het mogelijk dat wij dit soort innovatieve, klimaatadaptieve maatregelen kunnen nemen. En daarnaast biedt het ook de mogelijkheid om dit soort testjes uit te voeren, zodat we de lessen die we eruit kunnen leren, dat we die kunnen meenemen om daar uiteindelijk beleid van te maken. Wadi's passen we ook toe. Wadi's zijn met grassen gevulde greppels, met grind erin. Op het moment staan ze normaal gesproken droog. Als het wat gaat regenen, vult het zich met water. Op het moment als het heel lang gaat regenen, zit hij helemaal vol. Op het moment als de regenbui weer over is, ja, dan kan het gewoon zakken in de ondergrond en zijn we op die manier ons water kwijt en houden we droge voeten in de omgeving. We zijn hier aan het meten aan een wadi en dat is van belang om te weten hoeveel regenwater, als het heel hard regent, kunnen verwerken op dit soort plekken. Zoals hier in laag Nederland, wat Westland is, is het van belang om te kijken hoe dit soort wegzakkingen van water functioneren. Ik ben momenteel hier bezig met het meten van de hoeveelheid water, hoe snel dat wegzakt. Dat doen we met meetlinten die we in de grond steken. En vervolgens kijken we per half centimeter hoe lang het duurt voordat het water weg is. Deze gegevens zijn heel erg belangrijk om te weten hoe groot de wadi moet zijn, hoeveel regenwater kan infiltreren en hoeveel oppervlakte er aangesloten kan worden en hoe groot het gebied dan is dat er profijt van heeft. Graag geef ik een voorbeeld wat we gedaan hebben in de bestaande dorpen. Ik ben trots op de werkzaamheden die we verricht hebben in de Lier. Daar hebben we een hele grote waterbak gemaakt van 670.000 liter regenwater. Vervolgens zijn we nog niet klaar met de werkzaamheden. Vervolgens zijn we de bolle straten aan het omvormen naar holle straten, zodat ze meer water op kunnen vangen. En we zullen ook nog een aantal plekken de riolering aanpassen. Ik ben hartstikke tevreden met de oplossing zoals hier nu is. Want die oplossing is opgesteld in samenwerking met de bewoners. Er is een klankbordgroep geweest waarbij de bewoners hun eigen problemen en hun eigen ideeën ingebracht hebben. En daar is deze oplossing uit voortgekomen. Dit is een waterberging onder een parkeerterrein. Samen is die met de gemeente Westland is die gebouwd en ook samen betaald. Zodat daar iedereen gewoon zijn eigen voordeel mee heeft. Met rainlevels betekent het dat we water in het waterbazin vrijmaken, zeg maar, om een bui op te vangen. Dat doen we dus als er een grote bui aankomt en het bazin zit vol, of relatief vol, zeg maar, 90% of meer. Dan vraagt het Hoogheemraadschap om bijvoorbeeld 5 of 10% ruimte te maken, zodat we een bui van 30, 50 milliliter op kunnen vangen. Dus door die ruimte te maken, dat water snel weg te pompen uit de polder, maak je die ruimte en voorkom je wateroverlast. En het is eigenlijk alleen maar even anticiperen, reageren op een sms'je of een mailtje van het Hoogheemraadschap. Middels met de hulp van Sponge, de Europese subsidie, zijn we nu zover dat we 18 deelnemers hebben die in totaal 114 hectare aangesloten glas vertegenwoordigen. Daarmee hebben we zo'n 11.000 kuub waterberging gerealiseerd. En op dit moment hebben we nog zo'n 15 serieuze deelnemers in de intakefase zitten. En we hopen dit jaar nog door te groeien naar 160 hectare. En dat is een fantastische start van dit project. Wat heel belangrijk is, is de vraag en een antwoord vinden op de vraag: hoe maken we het Westland klimaatbestendig? Het is natuurlijk een gigantisch verhard gebied, veel glas, ook veel woningbouw en veel wegen.
En tegenwoordig hebben we steeds meer te maken door die klimaatverandering met langere periodes van droogte en enorme intensieve hoogstbuien, haast een beetje tropische moessons. Dus dat water dat moet ergens naartoe, het moet worden vastgehouden en het moet worden afgevoerd. En dat proberen we samen met de gemeente Westland, en dat gaat heel goed, proberen we te regelen en te zorgen dat er ook voldoende waterberging is. Samen met Hoogheemraadschap van Delfland investeren we ook heel veel in voorlichting en lesgeven op scholen. We organiseren activiteiten waarin kinderen leren hoe het is om te leven met, ondanks en dankzij water. Zo proberen we ook hen bewust te maken dat je ook zelf invloed uit kan oefenen op gezond water. Heel veel medewerkers van Delfland die hebben gastlessen gegeven op scholen om met de kinderen te praten over wat betekent dat nou dat je in Nederland leeft waar zeker het westen allemaal natuurlijk beneden de zeespiegel zit. En wat we specifiek ook nog gedaan hebben, dat zijn lessen gegeven over klimaatverandering en wat scholen, kinderen zelf ook thuis kunnen doen om het Hoogheemraadschap daarbij te helpen. In de manier waarop we met z'n allen omgaan met water valt de nodige winst te behalen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat water door de grond opgenomen kan worden. De actie Steenbreek, dat is een landelijke actie die is erop gericht tegels eruit en bloemetjes erin. Nou, dat is vooral bij de particulieren. Heel veel mensen hebben nog veel bestrating in hun tuin liggen. Als ze dat uithalen, dan kan er wat beter het water opgevangen worden. Nou, we zijn onze tuin aan het aanpakken, want daar lag best wel veel bestrating in. Wij zijn voorstander dat het water op een natuurlijke manier afgevloeid wordt. Dus meer planten, meer kans dat het water weg kan en dat dit niet op het riool afgevoerd wordt. Kom je tuintegels omruilen voor planten tijdens operatie Steenbreek. In deze Week van Ons Water kan dat tussen 2 en 4 'smiddags. Op 16 oktober in De Lier bij de bibliotheek. 23 oktober bij het Prinsenbos in Naaldwijk en 26 oktober aan het Groene Pad in Quinzul.